Hoi allemaal. Fijn dat jullie kijken naar deze video. Vandaag is de Online Muzikantendag. En in deze video zien jullie een recap van wat er allemaal is gebeurd en een kleine behind the scenes. Veel kijkplezier. Ja, mijn familie komt van een eilandje. Ik ben geboren op dat eilandje. Nooit geweten vele eilandjes op een eilandje. Waar iedereen elkaar kent, maar jammer genoeg. Te gekke mensen vanuit allerlei specifieke vakgebieden. We hebben gitaristen, we hebben zangers, we hebben DJ's, producers, rappers. Maar ook boekers, programmeurs en eigenlijk alle takken van sport komen voorbij. Dus ik denk een prachtige kans om je vragen te stellen, om wat verdieping te krijgen in deze coronatijd. Hè? We hebben het feeling met je vak. In welke industrie komen we hopelijk terecht en wat staat er allemaal op ons te wachten? Ook al in dit koude kikkerlandje vroeger. Op dat eiland. En dan zo naar mijn man. Tim van Doorn voor de refreintje. Soms verdwaal ik gewoon weg. In het verleden. Over iets wat ik heb gecreëerd. Maar wat ik heb gecreëerd, daar bouw ik mijn show omheen. Dus het is belangrijk om te weten wat je wilt vertellen met je muziek en daaruit gaan creëren. Alles is anders, alles is dicht. En ja, op een gegeven moment kreeg ik mijn eerste drumstelletje en toen wist ik eigenlijk oké, dit wil ik. Je wel echt actieve dingen gaat doen waardoor je even in een andere mindflow komt. Ja. Dus er zit heel veel mooiheid, vind ik, in dat hele proces. Ja. En ook de momenten inderdaad dat je het even niet wist, die jullie misschien nu ook tegenkomen, hebben we allemaal gehad. En toen was er wel een soort mindset verandering nodig vanuit mezelf om dat te veranderen in plaats van wachten tot er een klus kwam of zo. Ik sluit de luiken, trek me terug in mijn kasteel. Ja, mooi, inspirerend ook om allemaal weer te horen. We hebben ondertussen gaat die chat lekker los. Dus... Pak een stroming waar jij blij van wordt op het podium of in de studio. En ga dat proberen niet zozeer na te maken, maar wel op te zoeken. De dag zit erop. Wij hebben met alle drie de leerjaren van onze opleiding hebben wij een soort informatiedag gehad. En eigenlijk hele leuke interactieve workshops. Waarbij wij in teams zelf vragen mochten stellen. Dus dat was echt te gek. We begonnen natuurlijk met een voorprogramma van Noema. Daar heb ik heel veel van geloten en waar ik eigenlijk het meeste van heb geleerd is de songwriting van Brenda B. Ja, echt te gek. Echt te gek hoe dit kan en helaas moesten wij thuis blijven in verband met corona. Maar ja, het liefste zit je in die zaal, maar ze trokken ons wel daar dichterbij. Te gek. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je wat op hebt gestoken van deze video. En ervan genoten hebt. Vergeet ook niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg!